Onder... Oh, lekker, 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 lekker. Oh, dat killetje was belangrijk voor mij, hè? Oh, nee! Het is ook gewoon... Die hele special was mis. Oh, we moeten oppassen voor Piper. Oppassen voor Piper. Oh, we ontwijken wel alles. Oh, oh, oh. Ah, damn it. Ik wou die dingetjes pakken. Oh, wacht, lach ik het even. Oh, kijk hoeveel stenen hier liggen. Kijk hoeveel stenen hier liggen in Showdown. Oh, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Yo, mensen. Welkom bij een nieuwe video. Hier op het kanaal Floris. Laat ons een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je zeker op mijn kanaal voor meer video's. En zet even dat belletje aan. Want dan kan je als eerste bij de video's zijn. Maar vandaag weer Brawl Stars. Ik heb er super veel zin in. We spelen weer met de Nederlandse pro. En ik vind dat zelf wel de leukste video's van Brawl Stars. Dat we gewoon met Nederlandse pro spelen. Want dan zien jullie hele goede gameplay. En dan kan ik ook gewoon daarvan leren natuurlijk. Dus ik vind dat heel erg leuk. Vandaag spelen wij met Lachkit. En het is zijn tweede account. Trouwens, Lachkit heeft ook een YouTube kanaal. Het komt als het goed is nu in beeld. Het heet Lachkit Brawl Stars. En daar uploadt hij dagelijks. Dus dat is best echt. Dat is gewoon heel veel. Dat is bijna soms wel vaker dan ik. Dagelijks video's met gameplay. Ja, gewoon zijn gameplay. En dat is gewoon hele goede gameplay. Want je kan het zien ook hier op de local leaderboards. Staat Lachkit at the moment 11e van Nederland. Dus een hele goede gameplay. Dus abonneer zeker even op zijn kanaal. Maar wij gaan beginnen met Lachkit dus. We zitten met zijn tweede account. Mensen geloofden niet bij Mr. Fish eergisteren volgens mij. Dat dat echt zijn tweede account is. Hij heeft gelukkig gereageerd in de comments van YouTube dat het echt zo is. En dit is ook echt Lachkit's tweede account. Leo Lachkit. Maar we gaan dus niet met zijn eerste account. Omdat die gewoon zo hoog zit. Dan worden we gewoon zo erg aangepakt. Dat is gewoon niet leuk. Wel zitten we nu niet heel laag. In de zin van ik heb mijn Colt. En Colt is bij mij 300 cups. Dus dat is niet heel laag. En oh nee. En Lachkit heeft Piper. En zijn Piper zit volgens mij bijna op de 400. Dus het zijn sowieso niet makkelijke potjes die we nu krijgen. Dus we moeten sowieso wel even voorzichtig spelen. En gewoon ja, ons best doen. Maar in ieder geval zijn sowieso dus niet makkelijke potjes. Wel is het grappig dat wij een Colt en een Piper hebben. En zij hebben een Colt en een Piper. Nice. Die, oh, dat is helemaal niet nice. Die maakt een kill. Oh, nee. Piper. Oh, god. Oh, ja. Top, daarachter. Ik even healen, zodat ik wel eventjes oppas. En Lachkit is nu al even aan het ownen. Met zijn vier sterretjes. Oei, die ontweek ik echt net aan. En die niet. Nou, aan niet. En dan ben ik dood. Dit is zo lastig. Deze boys zijn er best wel goed. Want we zitten nu dus met mensen rond de 400 cups. Omdat Lachkit dus met zijn Piper speelt. Die ook rond de 400 heeft. En zijn tweede account is gewoon best wel goed. Dus we moeten wel echt gewoon eventjes goed spelen. Oh, dit is echt ontwijken op een nieuw niveau, jongens. Doe even normaal, joh. Doe even normaal. Oké, we hitten nu. Het is ook gewoon echt heel lastig om te hitten. Laat staan om echt een kill te maken. Oei, daar hielpen we wel heel erg mee. Met die kill hielpen we heel erg. Dus dat was heel erg nice. Ik probeer dat te ontwijken. Oh. Nee, joh. Dit is zo lastig voor mij, jongens. Ik speel nu opeens tegen een hele hoge niveau, hele goede spelers, zeg maar. We hebben nog geen eens een kill gemaakt, dat is best wel triest. Maar gelukkig staan we wel voor, we moeten nu even gewoon niet doodgaan, dat is wel... Oh, oh mijn god, jongens. Oh, 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 wat is dit lastig. Ik ga heel veel achter, dat die pijpen doet minstens 2k, dus ik wacht heel eventjes gewoon. Ja, toppie. Oké, okay, nu kunnen we weer een shot tanken. We moeten nu niet doodgaan. Oh, we missen net die... Oh, 17. Ja, we hebben dit gewoon gewonnen. We hebben dit gewoon gewonnen. Oh, we hadden net een killtje. Nee, we hebben niet eens een killtje. Oh, ja, we doen nog even op plaats. Toch nog... Oh, oh, bijna nog een tweede killetje. We deden eventjes een vol... Oh, nee, we hebben die kill niet eens gemaakt, want ik had 2 sterren. Het leek... Oeh, Jack is de zwaar speler. Weet je wat? Dan gaan we gewoon nog een potje doen. Nee, ik dacht even dat ik dat laatste... die kill maakte. Ik maak dus helaas niet die kill. We doen even nog 1 keer play again. Kijken of Lachkit ook nog wil. Hij wil ook nog. Nice. Dan gaan we gewoon nog een potje doen. Ik moet wel echt even concentreren. Want het is voor mij wel gelijk een heel stapje hoger gewoon. Qua gameplay. Trouwens. Vinden jullie chiller om muziek. Wat ik nu dus heb op achtergrond te hebben. Of vinden jullie chiller om de gameplay sound op de achtergrond te hebben. Laat even achter in de comments. Want ik twijfel soms tussen de twee. Ik weet nog. Bij Clash Royale vind ik het sowieso gameplay chiller. Of nee, gameplay chiller, muziek chiller. Maar, oeh, die Dynamite moet niet weten dat ik daar zit, hij weet het wel. Maar ik weet dus niet wat ik chiller vind met Brawl Stars. Brawl Stars vind ik toch wel redelijk nuttig, die de gameplay sound. Dus ik weet niet wat ik chiller vind. Jullie moeten maar even achterlaten in de comments wat jullie chiller vinden. Oh, oh, die Dynamite is zo irritant, hè. Die is zo irritant. Oké, okay, we moeten er echt eventjes oppassen, want we staan wel echt best wel dik achter. Die Dynamite die echt gewoon heel irritant loopt te doen daar, hoor. Oh, daar is die Peter liep hier heen. Of de Piper. Oh, die... Wat de hel?
Wat de hel, die Piper is echt immens goed, zeg. Die is echt ongekend goed. En die Dynamike is zo bloedirritant, hè. Dat is ook echt niet normaal. Gelukkig killt Lachkit nu... Ah, dammit, dit is lastig. Gelukkig killt Lachkit nu die Piper. Dus had het heel veel sterretjes. En Lachkit maakt weer een kill. Dus het is echt heel... Hij speelt heel chill nu. Hij speelt heel goed. En dit is echt niet normaal. Hij raakt echt elke bal, of elke kogel die Piper. Dit is echt heel lastig, zeg. Dit is ook de hele reden, besef, hè. Al zou ik nu in gewoon met het main-account van Lachkit spelen, zou het nog erger zijn voor mij. In de zin van hoe goed die tegenstanders zijn. Ik vind dit al gewoon eigenlijk niet te doen. Even kijken. Waar zit die Dynamike? Oh. Ja, kijk, daar halen we... Oh, 17, we moeten nog wel even pushen nu. Ik mag niet dood, trouwens. Ik mag niet dood. Anders verpest ik het voor het team. Kom op. Ik moet naar achter nu. Ja! Nu! Ja! We hebben hem! We hebben hem gewonnen weer! Lachkit weer! Enge MVP natuurlijk! Weer enge MVP! Weet je wat? Ik wil dat wel gewoon... Dit is wel goed voor mijn cult, want die gaat nu omhoog. Die vind ik normaal gesproken heel lastig om omhoog te krijgen. En ik vind het wel leuk om gewoon nu echt tegen goede spelers te spelen. Meestal is het gewoon een tweede account en dan ben ik nu met een Nederlandse pro. Maar dan kom ik gewoon tegen troepsmensen, omdat het dus een tweede account is. Nu komen dus ook echt tegen goede mensen. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Ook al heb ik gewoon bijna geen kills... Ik vind het wel leuk om gewoon mee te oefenen. Om dit gewoon lekker te doen. Om gewoon lekker te oefenen hiermee. Dus kijk hoe mooi hij ook achter dat dingetje schuilt. Oh, we moeten even oppassen op Piper. Nice. Dit is gewoon wel een hele goede oefening voor mij eigenlijk. Dit is gewoon wel echt een hele goede oefening voor mij. Dus dit gaan we gewoon lekker door blijven gaan hiermee. Kom op, Piper. Nee, had ik net niet. Net erachter. Net erachter. Piper heel weak door Lachkit. Nice. En wat is dat dan? Oh, is een boel. Oeh, een boel. Oké. Ze hebben dus ook een boel. Die heb ik net nog niet gezien. Daar moeten we een beetje voor oppassen dus. Voor die boel. Dan maakt hij opeens alles kapot. En dan is die boel opeens helemaal exposed. Oké, ik moet ontwijken. Ja, kijk. Ik dashte. Ik deed alsof ik die kant op liep. En toen liep ik de andere kant op. Nice. Die heb ik even een mooie kogeltje ontweken. Dan moeten we eigenlijk niet challengen met Piper. Oh... Dat is zo lastig, hè? Oké, wacht eventjes. We hebben nu die special, daar kunnen we misschien wel iets meer mee. Even kijken, waar zit hij? Ik ga dit eventjes helemaal maaien. Zo, top, is dat bomdingetje dood. Niet zo even goed verstopt, vriend. Moeten we even oppassen natuurlijk voor die boel, daar. Maar die boel doet ook niet heel, ook niet heel veel nu. Is ook wel fijn, zit hij hier, hij zit daar. Ja. Ah, heb ik weer niet de kill. Dit was gewoon mijn werk. Goh! Het was onze eerste def trouwens. We hebben 2 sterren maar tegen. Dus we spelen eigenlijk best wel voorzichtig allemaal. Weet je wat? Is die volledig... Oh, ik wist die hele special. Oh nee, dan krijg ik ook nog een damage als we die verliezen. 8-5, ik mag gewoon niet doodgaan. Oh, die Luciano... dat beest gaat dood. Ik zeg trouwens Luciano, omdat... Oh, lekker. Oh, dat killetje was belangrijk voor mij, hè? Oh, nee! Sorry jongens. Oh, dat was mijn death. We gingen dood door mij. Oh, damn. We gingen dood door mij, hè. We gaan duo showdown. Ik ben Bardi, omdat ik een tijdje lang niet Bardi geweest ben. Dus, oh. Wauw. Nee. Oh, ik wou nu duo showdown doen. Doen we gewoon nog een potje bounty. Oh, wat een drama. Wat een drama. Als we dit winnen, hè. Als we dit winnen, zou dat zo ziek zijn. Want dit is al niet gepland. Dit was helemaal niet gepland dat we dit zouden doen nu. Maar ik ben nu wel Bardi. Dus misschien helpt dat eigenlijk wel een keer. Dat ik even een andere brawler ben. Voor bounty. We spelen nu dus verdomme bounty. Dat is helemaal niet het plan. Trouwens, waarom? Daar zijn er maar 2. Waar is een derde speler? Eerlijk? Dat is sowieso... Ik wou nog zeggen, dat is sowieso zo'n ventje die dan in de bosjes zit daar heel smerig. En dat was ook echt nog zo. Ik wou zeggen, het was een boel. Trouwens, we missen dit wel zwaar hoor. Dankjewel, Moor. Oh, we hebben de kill. Grapje, we missen helemaal niks. Mooi. We hebben weer een assist nu. Oh, dit gaat best wel lekker nu. Gooi nu even die... dit hier zo. Nee, de special is helemaal mis ook gewoon.
Die hele special was mis. Oh, we moeten oppassen voor Piper. Oppassen voor Piper. Oh, we ontwijken wel alles. Oh, we ontweken daar even lekker hoor. Dat was wel even chill daar hoor, hoe we dat ontweken. Ik heb gewoon 4 sterren. Het gaat gewoon beter dan ooit met Barley. Nu moet ik even heel erg oppassen. Kom op, moeten we gewoon een beetje raar lopen. Dat is altijd mijn tactiek. Maar we hebben nu gewoon 4 sterren. We hebben gewoon evenveel sterren als Lachkit, holy shit. Oh, die komt, dit is een special. Oh, die ontwijken we ook heel lekker. Het gaat zeker niet verkeerd, dit potje. Moeten we die Piper even pakken? Dan gaat hij sowieso springen, let op. Omdat ik hem nu raak. Ja, zie je, ik raakte hem. Ik had hem al gewoon raakt, anders was het gewoon dood en dan kan 5. Dan had ik gewoon verdorie 5 dingen. Ik ben echt heel eng aan het dodgen. Ik ben gewoon wat aan het proberen. We zijn wel echt dik aan het ownen, dit potje. Zo. Oppassen. Mooi. Die was een assist in de zin van dat ik hem ook raakte. En daarna maakte lach ik het er mooi af. Zo, en dan doen we nog even de special erbij. Ja toch, jongens. Ja toch, dit was heel lekker, jongens. Ben ik überhaupt dood gegaan, dit potje? Volgens mij niet. Dit was wel een lekker potje, maar gaan we nu wel echt duo showdown dus. Eindelijk spelen we dus duo showdown. Net was even foutje. Ik heb toch even Brock gepakt in plaats van Barley dus. Maar we spelen duo showdown met Brock. En Lachkit heeft ook geswitcht naar Dynamite. Dus dit wordt even spannend, dit wordt even leuk. Ik heb er zin in. En wat voor soort... Oké, moeten we gewoon even oppassen dat in ieder geval die Shotgun Boys niet in die bosjes zitten. Dat kan wel even een probleem gaan worden. Als die Shotgun Boys raar gaan doen. Maar voor de rest, ja, we hebben nu nog steeds geen stenen. Dat is echt wel heel erg balen. Ik maai het gewoon een beetje hier. Van mij zit daar nog iemand... Ja, daar zit die Brock. Die boel is nu dood. Nice. Maar kunnen we er nu wel in de buurt mee komen? Nee, dat kunnen we niet. Wel hebben we echt veel damage gedaan op hun allemaal. We gaan even die El Primo proberen te pakken. Ik vind het helemaal best. Pakken we even El Primo. Ah, mis ik er weer net. El Primo. Volgens mij is die niet eens, zijn teammate niet eens dood. Volgens mij was die teammate van hem Shelly. Maar dat weet ik niet eens zeker. Waar de hel zit hij nu? Zit hij hier? Ik weet niet eens waar hij zit, joh. Oh, daar zit hij. Oké, top. Gaan we nu even dit doen. Zo, puur in de loop. Bam, bam, bam. En bam. Oké, nice. Dan moeten we dit heel snel pakken. Oh. Ah, damn it. Ik wou die dingetjes pakken. Oh, wacht. Lach ik het even. Oh, kijk hoeveel stenen hier liggen. In showdown. Oh, dat is niet normaal. Waar zitten de tegenstanders? We moeten die stenen... Als ik er weer bij ben, dan gaan we zo eng stenen pakken, hè. Let's go. Ik ben er weer bij. Ja, toppie. Oh, dit is zo eng. Oh, dit is eng, hoor. 6, 7, 8. Hier, lagen er gewoon 7 stenen lagen er gewoon. Volgens mij zit hij hier. Ah, zit daar, Shelly. Oké. Doen we dit even. Zo. Ah, nee. Nee, oh Floris, je hebt verneukt, dit is zo hard. Het waren wel hele hoge levels. Oh, maar een tweede is ook niet heel slecht. Doen we gewoon nog een potje. Let's go. Ik vind die tokens trouwens verdubbelen wel heel chill. Oh, lach, ik ga even een andere baller pakken. En zo weer terug. Daar gaan we weer. Brock, ben ik nog steeds. En Lachkit is onze grote vriend Daryl. Ik ga naar boven, pak jij die daar, toppie. Dan pak ik even deze. Het duurt altijd wel heel lang als Brock zijn om dit kapot te maken. Gewoon 5 schoten. Of zelfs 6. Nee, 5. 5 schoten duurt wel echt enorm lang. Maar dan hebben we wel een steentje, jongens. Dan hebben we wel een lekker steentje. Ik kan wel merken bij Duo Showdown iets minder concentreren. In de zin van dat het toch wel makkelijk gaat dan bij Bounty. Dat Bounty net was echt een drama. In de zin van dat ik echt zo erg mezelf moest concentreren. Oh, nee. Oh. Oeh, ik ontwijk het wel lekker. Maar dit is wel even drama, jongens. Teambeat is back. Oké, dan moet ik nu even gaan vluchten. Dan moet ik nu heel erg gaan vluchten. Ja, 4-3. Ik ben nu even in concentratie. Jullie merken ook wanneer ik in concentratie ben. Dat is op dit moment nu namelijk. Oh, nee. Oh, boel komt uit de bosjes. Oh, dat deed ik weer de autoshot. Oh, voor mij gaat Lachkit weer dood, hoor. Ze zit nu echt heel erg midden in fire. Oh, ik moet ook vluchten. Ik moet nu even vluchten. Hij gaat dood, sowieso. Ja, oké. Dan leef ik nu... Dit is echt overleven, dit. Oh, niemand ziet dat ik hier ben. Ik ben hier niet, jongens. Wie zegt dat... Ik besta niet. Ik ben onzichtbaar. Ik ben hier nog steeds. Kom. Ja, daar is die weer. Let's go. Dan kunnen we weer onszelf laten zien. Mooi. Boel dood. Nice. Oké. Dan... Oh, damn it. Waarom zit jij in die... Dit is wel echt een gore map, maar met allemaal mensen in die bosjes ook. En dan ben je Brock en dan kan je niks. Nu moet Lachkit weer overleven. Dit is echt een strijderpotje. We gaan de hele tijd dood met z'n allen. Maar we leven wel nog. En sowieso nog 4 teams. Volgens mij is het gebiedje best wel klein. Alles is heel erg op elkaar nu. Oké, nou ja, in ieder geval ga ik even kijken of ik dit kan killen. Oh, dat zie je wel.
zit zo vet weer in de bosje. Het is echt niet normaal met die... Het is echt niet normaal met deze gasten, dit potje. Ze zijn echt helemaal gek op die bosjes deze keer. Dat is echt niet normaal. Oké, nou ja. Dan, het lijkt net Fortnite. Iedereen gaat in bosjes. Het is wel echt 3 teams left. Hoe zijn er 6 mensen nog? Ja, natuurlijk. Sommigen zullen wel dood zijn. Oh, dit is echt... Als we hier tweede worden, zijn we echt een wereldprestatie. Er zit sowieso nog iemand in de bosjes daar. Ja, zie je. Daar zit hij. Hoe leef ik nog met 240 levens? Hoe leef ik nog met 240 levens en ik ben dood? Weer een tweede. Gaan we nog een laatste potje doen? Dit is wel lachen. Ik vind het op zich wel grappig dit. Doen we nog een laatste potje? Let's go. Dit is wel echt lastig, man. Dit is wel echt lastig. Maar we doen gewoon even een allerlaatste potje. En nu gaan we hopelijk winnen. En het is wel echt een... Het is eigenlijk helemaal geen goede map voor Brock, merk ik nu. Nou ja, ook wel... Soms wel. Het ligt er net aan hoe het potje verloopt. Net was het echt verschrikkelijk voor Brock. Maar als het gewoon even chill loopt... Gewoon dat niet iedereen in de bosjes gaat en zo... Dan is het wel leuk voor Brock. En dat er niet heel veel mensen nog over zijn in een kleine map... Dat is ook niet echt al te best voor Brock natuurlijk. We hebben nu al wel 4 stenen. Dat scheelt heel veel. En ik ga eventjes wel even checken of hier iemand zit. Want ik heb me wel echt mijn lesje wel geleerd. Nee, er zit niemand. Oké, top. We hebben nu al 5 stenen. Ik heb nu al echt grote vertrouwen in. Ik zie wel dat hij een beetje lekt. Dat komt natuurlijk door mij. Vivi, als ik dood ben, ga ik even heel snel erin en eruit. Maar ja, weet je, wie zegt dat wij doodgaan? Bam. Oh, oh. Nou, nu wordt het wel close. Ik moet nu even gaan rennen. Tara heette trouwens die ene. Ik wist de vorige potje niet, vorige video niet, hoe die heette. Maar het heette dus Tara. Mooi, hebben die Colt even lekker gepakt. Ik denk dat ze hier zitten. Ja, toppie. Nee, net erachter. Oh, Colt. Bam, Colt dood. Nice. Dat is daar een steen, maar ik moet wel even een beetje oppassen. Ik weet niet namelijk wie hier nog meer zit. Niemand, oké? Gaan we even een lachkit toe. Die zit beneden met... Oh, die zit in een probleem. Die zit in een probleem met 8 van die steentjes. Maar ja, die Tara heeft niks op ons. Let op. Oh, nou, mis ik ook nog, hè? Dat is echt niet normaal. Zeg maar niet normaal soms bij mij, hè? Oh, nee. Ah, zonde van die steen. Ik moet die steen natuurlijk laten liggen. Godzalle, boy. Ik laat die stenen niet liggen. Nou ja, hij vlucht ook. Dan wachten we natuurlijk eventjes. Maar ik heb al 11. Ik ben echt best wel een dodelijke brok op dit moment. Ik wil op dit moment best wel een dodelijke brok. Ik laat gewoon hem lekker die steentjes oppakken. Ik wil op dit moment best wel enge brok. 13 steentjes van brok. Oké. Het enige wat me nu kan pakken is gewoon een boer in de bosjes. Bam, kill. Let op, hè. Dit ga ik even maaien zo. Bam, kill. En, oh, kijk, daar is een boer. Hij zit gelukkig niet in de bosjes in de zin van dat we hem ook kunnen zien. Bam, nog een boel. Neer. Nou, hij zit nu wel echt heel erg in het hoekje. Nou, weet je, laat hem gewoon komen, joh. Oh, lachkit. Nou ja, lachkit denkt, weet je, ik pak hem anders gewoon gelijk aan. Dat kan misschien ook. Ik mis wel echt alles. Oh, mijn. Als we dit nog verliezen, is het echt mijn schuld. Dat is echt mijn schuld. 15. Bam, ja, gelukkig. Maar ik moest hem ook winnen. We hebben hem gewonnen, jongens. Dit was dus de video. Abonneer zeker op Lachkit Brawl Stars. Dus een heel, het is gewoon een heel chill kanaal, want je kan gewoon pro gameplay elke dag zien. Jongens, ik hoop dat jullie de video. Ik zie me nog in de video. En tot dan eens.